Ja, ik word ook mooi. Ja, maar jij had ze al eens een keer gedaan. Ja, jij hebt het ook al een keer gedaan. Ik heb hier de Polonaise rups, kunnen we hem ook noemen. Zag ik er echt zo in lopen. Het eten is lekker. Want ik heb het zelf gemaakt. Ik vind het lekker, maar ik vind niet dat cheesecakes maken. Hallo allemaal! Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. En ik ben niet zo vaak bij de openingen. Nee. Dus we openen nu toevallig tussen de middag op vrijdag. En we hebben net geluncht. Zo meteen gaan we... Het was allemaal sowieso een beetje anders, want we hebben in Ambos geslapen, hè, vannacht. Ja, en wat gaan we zo meteen doen, papa? Wij gaan zo meteen een jiggly cheesecake maken. Zo'n Japanse, hele luchtige cheesecake. Oh, en mama, wanneer ga ik naar zangles? Volgende week. Woensdag. Ja, zangles ging niet vandaag. En Madelief gaat spelen vanmiddag, denk ik. Fietsen. Madelief gaat fietsen. Dat is het weer voor, schatje. Dat ik weer om te gaan zwemmen. En ik heb uitleg gehad over de... processie? De eikenprocessierups. En dat ga ik laten zien, want die zitten hier zo. Dus dan krijgen jullie een uitleg van. Ik heb van iemand die er hier alles vanaf weet uitleg gehad. Ik ga dan... Mag ik daar naartoe fietsen? Nee, wat is hier aan om de hoek? Dat is heel dichtbij. Vanavond gaan we even filmen. Dat zijn hele gevaarlijke rupsen zijn daar. Die zitten hier in dit bos. Die zitten eigenlijk in elke bos waar eikenbomen zijn. En ik heb uitleg gehad hoe dat ze eruit zien en hoe wat je er tegen kan doen. Mag ik die ook zien? Dat ga ik laten zien. Ja, dat gaan we vanmiddag laten zien. Aan het vloggen. Je bent aan het vloggen, ja. Wat vraag je nou de hele tijd aan mij, wat lief? Dat ik naar de rupsen. Welke rupsen? Want toen net wij jij even laten zien. Ik ga jou de processierupsen laten zien, maar het zijn geen receptierupsen. Maar ik wil ja, dat doen wij als de jongens en Floor thuis zijn. Dan gaan we met z'n allen even kijken. Die jongens vinden het ook mooi om te zien. Maar mag ik alleen nu even in mijn eentje? Nee, want dat zijn hele gevaarlijke rupsen. Nee. Weet je wat abonneren betekent op YouTube? Ja, dat je een duimpje omhoog of een duimpje omhoog. Nee. Weet je wat ik het zelf eigenlijk ook niet zo goed weet? Want ik dacht dus echt dat op het belletje drukken... abonneren was. Dat je elke dag een melding krijgt. Dat je maar dan hoorde ik weer dat dat dus anders is. Dus ik dacht, ik zal ook even kijken. Ja, we kregen een hele leuke vraag van iemand. En die vraag was, wat kost dat abonneren op jullie? Maar abonneren... Ja, en hoe lang zit je daaraan vast? Ja, ook dat ook. Ja. Maar dat is gewoon gratis en je zit nergens aan vast. Nee, het is dat, dat je gewoon elke dag een berichtje krijgt dat, dat er een video van ons online staat. Ja, daar is het belletje voor. Hè? Als je het belletje aanzet... Je abonneert en het belletje aanzet. Ja, ik denk, eens kijken maar wat dan het abonneren, want ik weet het dus zelf ook nog niet. Vind je mijn haar zo mooi? Ik wil wel goed doen. Ik wil je haar weer doen. Ik wil jouw haar weer doen. Mijn haar wat doen? Nee, ik mag jouw haar doen, dan mag ik nog. Mijn haar? Wat valt er nou aan te doen? Haren doen. Nee, gek doen zeker. Nee, ik ga ze mooi doen. Ja, ik wil ze ook mooi doen. Ja, maar jij had ze al eens een keer gedaan. Ja, jij hebt het ook al een keer gedaan. Ik heb hier abonnementen en dan kom ik alleen onszelf tegen. Dus ik heb geen flauw idee. Nee, maar abonneren is in ieder geval gratis. Nou is het maar hartstikke leuk natuurlijk. Ja, dankjewel. Nee, ik ga ze meteen maken. Ik ga ze meteen maken, papa. Zo lijkt je net een meisje. Als ik nou zoek op... Alleen, ik ga ze meteen maken. Waar ga je op zoeken? Nou, dan weet ik op een... Oela, ja. Google maar, wat betekent abonneren op YouTube? Als je dan kijkt naar meisje Jamila, abonneren, dan moet je hierop drukken. Dat is toch anders, denk ik, dan een belletje. Nee, dat belletje zet je aan en dan krijg je een melding. En, wat is en abonneren alleen, dat is gewoon dat je fan bent, zeg maar. Okay. En dan zit die vaker in je... films in het rijtje wat je wil zien. Oké. Okay. In je aanbevolen video's. En het belletje is, krijg je elke dag een melding. Maar dat is ook niet bij iedereen die het belletje, want daar heeft YouTube nog wat problemen mee of zoiets, heb ik gehoord. Maar voor ons is het toch, wat dat betreft, nog steeds een nieuw heel dat YouTube. Ja, ik snap het nog steeds niet. Wij kijken ook niet eigenlijk naar andere YouTubers. Alleen naar ons. Nee, daar hebben we ook bewust gaan omdat we niet willen naaven. Want anders dan krijg je weer dat je allemaal van dezelfde dingen. Ja.
Maar ja, af en toe kom je er ook niet onderuit omdat je vragen krijgt van mensen van kan je dit niet doen? Een Q&A, wist je ook niet wat het was? Nee. Question and answer. Maak op vlog getrokken. Hij staat al aan. Heb je al verteld waarom je zo'n mooie sticker hebt op je hoofd? Ja, waarom heb je die sticker gehad? Omdat ik twee mooie werkjes had gedaan en gisteren ook. En wat voor werkjes had je gedaan? Eerst moest ik kijken dat waar een kleur was en dan moest ik eerst een strijkwerkje doen als dezelfde kleur. Oh, oké. Okay. Was dat goed te zien? Nee. Nee, het was gewoon goed. De sticker valt er wel bijna af. Nou, ze wachten op de jongens. Als die hier zijn, gaan we naar de... Receptierupsen. Naar welke rupsen? Receptierupsen. Processierupsen. Receptierupsen. Dat is een woord, hè? Processie. Zeg dus processie. Ik weet welke jij bedoelt. En hier is de grote ster. Die was een beetje... Laat die maar met zijn steentje spelen. En wat gaan wij doen, Madelief? Naar de processierups. Ik ga dat laten zien. Stan, ga je mee? Ja. Eline nog even. Eline, ga je ook mee? Nee, Junior, jij mag niet mee. Heb jij ze wel eens gezien? Oké. Okay. Nou, ik ga uitleggen hoe dat het werkt. Ik zag pas geleden een processierups langs mijn voet lopen. Oh? Nou, die lopen in hele lange groepen, heb ik gezien. Nee, maar net toen... Ja. Nee, toen zag ik hem echt in zijn eentje maken. Kijk, de bomen hier zijn gemerkt, hè? Hier zijn twee bomen waar processierups in zitten. En welke zie je ze? Ja, en die zag ik ze er straks. Welke wil je? De dunne of de dikke? Dunne. Nou, kijk hier. Is echt heel mooi om te zien. Kijk, daarom noemen ze het processierups. Ik zei het toch? Oh my god. Kijk, dit zijn processierupsen en die lopen in een processie. Over die boom. In een hele lange sliert. Hè? Ik ga hem niet zien. Een processie. Ja, dat is eigenlijk achter elkaar aanlopen. Net als die rupsen nou lopen. Maar wat geleden zag Polonaise, ja. De Polonaise rups kunnen we hem ook noemen. Wat geleden zag ik er echt zo in lopen. En die haartjes, die prikken. Dus je moet echt uit de buurt blijven van deze rups. Want hij ziet er heel mooi en schattig uit. Ze ja. Kunnen toch ook schieten? Ja, dus je moet er helemaal afblijven. Oh. Okay, en je moet zelfs... De wind staat in onze rug, dat is ook belangrijk. Want stel dat het nou in één keer hard gaat waaien, kan je die haartjes ook gewoon eraf waaien en in je gezicht komen. Grappig hè, om te zien, hè? Ja. Jij vindt het eng? Ja, ik en nou laat ik een nest zien. Ik heb ook een nest. Er zit in de andere boom hier zit een nest. Een nestprocessierupsje. Maar zo is dus... En dus op, alleen in eikenbomen. Eikenbomen hebben dit blad. Oké, okay, die blaadjes, die eten ze dan. Mooi, hè? Mag ik die zien met het huisje? Ja, die lopen de hele tijd rond die boom. Zometeen kijken we, als we terug zijn, kijken we weer even waar ze zitten. Kijk, want hier zit een boom met een laag nest. Dat heeft die meneer mij allemaal laten zien. Nee, dit is... Hier is geen ding meer. Dit is ook een eikenboom. Maar hier zit geen stickertje aan, dus hier zit er geen in. Maar hier is een laag nest. Dan moet je oppassen, hè? Het zijn een heel veel op een hoopje. Maar hier zit geen bandje om. Nee. Oh my god. Kijk, dit is een nest. Nestprocessierupsje. Allemaal haartjes. Hier zit mijn haar aan de boom. Wat? Ja? Het is maar een klein nestje hoor, want er zijn ook hele grote nesten. En ze zien er heel schattig uit, hè? Ja, maar ze zijn heel eng. Ze zijn, ja, ze zijn niet heel eng, maar ze doen heel pijn. Je moet er heel goed voor oppassen. Ik deed zo bij Stan. Oh, deed je processierups na. En toen deze. Ja, schokje. Kan ik het ja, kijk. Kan ik het zo deze maar ik deed zo. Processierups. Pas geleden zag ik echt zo in dat goed lopen. Ja, je moet ook. Je moet oppassen. Jij loopt nou op je sokken. Maar dus toen moet je niet doen. Ik op mijn badslippers. Want als je, ja, ook badslippers is eigenlijk ook een beetje gevaarlijk nu. Dit is toch niet totdat gevaarlijk? Ze allemaal, als de lintjes allemaal weg zijn hier, is het weer veilig. Dan zijn ze weg. Maar daar zijn ze nu mee bezig. Elke dag kunnen ze, doen ze er weghalen. Weet je hoe ze dat weghalen? Nee. Zal ik dat eens uitleggen? Ja. Dan leg ik dan bij papa, die boom uit. Papa, ze weg. Ja, ik kan het ook gewoon uitleggen. Want dan hebben ze een spuitbus met lijm. Hebben ze? Lijm? Met lijm, ja. Hé, hey, kijk. Kijk eens. Ze lopen op de grond.
Kijk, daarom moet je gewoon oppassen dat je niet op je sokken loopt. Want als je erin gaat staan, heb je processiegrip zonder je voet. Maar als je erin gaat staan en je raakt, laat je onderkant van je zool aanraken, als je zool aanraakt, dan heb je toch ook allemaal van die haartjes op je. Papa moet even uitkijken, want ze komen onze kant op. Maar ze spuiten er dus, als ze in de boom zitten, op de grond gaat het niet, spuiten ze er lijm op. Nee, ik weet het, papa. Ja, die wind is achter ons, dus dat is niet erg. Spuiten ze er lijm op en dan doen ze er een vuilniszak op en dan rollen ze de vuilniszak eigenlijk zo op. Moet jij even vloggen? Kijk, dan spuiten ze er zo lijm op en dan doen ze de vuilniszak zo oprollen en die worden ze op de container, die vuilniszak. En zo halen ze weg. En bij zo'n groot nest spuiten ze gewoon heel veel lijm op dat nest. Gaan ze dat dood door het lijm? Nee, omdat ze gewoon in die zak zitten. Nou, dit was jullie processierupsles. Oh, kom je nou wel? Ja, en pas op sokken, hè? Dat heb ik net al uitgelegd. Daarom had ik graag dat je even meeging. Want als je erin gaat lopen, zal op de grond. Kom maar. Misschien lopen hier ook. Nee, ze lopen hier niet. Ik heb al gekeken. Ze lopen hier bij de boom. Kijk, je ziet ze gewoon lopen. Kijk, in processie. Dus eigenlijk polonaise. Waar kan ik lopen? Kijk, hier lopen ze. En ze zien er heel lief uit, hè? Ze zien er heel uit als hele lieve rupsjes. Kan je op ze staan? En het nest is daar, dat laat Stan nog wel even zien. Dat is gewoon een hele. Een hele lange rups. Dan loopt de polonaise, polonaise rups. Nee, dus op je schoenen door het bos lopen. De mooiste blooper tot nu toe hadden we in de bakvlog van onze cheesecake taart. Overblaad met water. Daar zetten we de taart in. Oh nee. Daar gaat mijn bakvlog. Dus ik ben naar de supermarkt geweest. En weer een nieuwe Montjoe gehaald, want die hadden we niet genoeg. En even alles even snel, zonder alles apart in bakjes te doen, even snel gemaakt. En nu gaan we weer familie maken. Dat zie je in de bakvlog nog bij onze eerste taart. En waar het fout gaat, daar heb ik nou de oplossing voor. Want ik heb nou de taartbodem al goed weggezet en ik heb iets meer overslagpapier. Dan moet je nou de vlogcamera van de bakvlog even pakken. Ja, dan gaan we weer switchen. Dan gaan we daar de bakvlog weer. En hoe doen we tegen papa? Hoe doen wij tegen papa? Dat is mama. En papa? En papa? En mama, kusje van jou. Zullen we een kuskuitje in doen? Zo'n leuke buskruidjebal, die grote. Ja, die heb ik gekregen. Waarvan? Een vriend? Huh? Meisje. Hoi. Hallo. Wat zijn jullie aan het spelen? Hoi Sam. Nu ben ik bakvallen. Ja. Oh nee, gaan we buskruid? Ja. Ja? Is de bos opgepompt, hè? Is hij hard? Ja. Oké, beter. Nou, zullen we weer tot halen? Ja, zometeen. Hoi papa, hoe was het eten? Het eten was lekker. Ik heb het zelf gemaakt. Vond jij het lekker? Ja hoor. Ja hoor. Nou, dankjewel. Een broodje. Lekker een worstje voor jou. Ik vind zo'n worstje niet. Vind je barbecue worstje niet lekker? Nee, want die zijn altijd zo hard. Oh, ik vind het juist lekker dat ze zo knapperig zijn. Dan heb je gewoon een blikje Fanta. Is dat voor jou? Nee. Doe er
Of is die? Nee, stel maar terug. Dat is niet voor jou. Nee, dat is niet zo grappig. Jij vindt het ook niet grappig als ze uit jouw blikje drinken, hè? Ga jij iedereen even samen op een buskruidje? Ja? Roep mij maar als je iedereen hebt. Hoe is hij gelukt? Supergoed. Ja? Hij is super lekker. Ik vind hem niet heel mooi. Hij smaakt een beetje naar pannenkoek. Mag ze nog een stukje? Ja? Ja. Hij is echt heel lekker. Guus wilde graag cheesecake maken. Guus? Ja, tuurlijk. Is het lekker? Een beetje naar... Ja. Heel lekker. Het smaakt een beetje naar pannenkoek. Warm. En hij is warm, ja. En het smaakt een beetje naar... Waarschijnlijk zit het alleen omdat er poeder op zit. Ja, hoe je hem moet maken, dat is dan in de bonus video. Van morgen. Oh, hij ruikt echt lekker. Alleen ik heb er niet mee geholpen, want de eerste keer ging het een beetje mis. We hebben een hele mooie blooper in zetten in de video. Ja. Dan zetten we de taart in. Oh nee. Oh nee. Daar gaat mijn bakvlog. Oh nee. En Eline. Ik vind het lekker, maar ik vind niet naar cheesecakes maken. Wat smaakt cheesecake nou dan? Heb je ja, wel eens cheesecake? Heel anders. Heb je er wel eens op? Dit is een jiggly cheesecake. Dat is wel echt heel lekker. Heb je gezien hoe die in die oven zat met dat water erbij? Nee. Die bakvorm moest in een hele laag met water gezet worden. Dat is wel echt lekker. Onderkant is wel onder het water. Ik doe om mijn vork snijden. Zullen we deze ook afsluiten voor vandaag? Ja. Ja. Allemaal bedankt voor het kijken. Naar de volgende. Morgen zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!